Oké, we gaan zo achteruit file parkeren. Nou, ook weer bijzondere verrichtingen waar we al het overige verkeer natuurlijk voor gaat. Ja, en gaan voetgangers dan ook voor eigenlijk? Dus stel je voor, hè, er loopt nu een voetganger hier voor onze neus langs, die wil gewoon oversteken. Gaat hij dan voor? Of achter de auto langs van mij, Bart? Ja, voetgangers, dat is ook een weggebruiker, hè? Dus alle, wat zijn weggebruikers? Al het overige verkeer. Dus ook voetgangers. Yes? Oké. Nou, even belangrijk om te weten, een stukje regelkennis. We beginnen die oefening. Ook weer. Naast de geparkeerde auto. Met zo'n 50 centimeter tussenruimte. Wat ik wel altijd daarbij zeg. Ik zeg altijd liever iets meer ruimte dan te weinig ruimte. Want heb je minder ruimte, sta je ook weer erg snel te dicht op de stoep. En wordt het allemaal wat lastiger, de oefening. Dus je kan beter iets meer ruimte hebben dan ruimte tekort hebben. Ja? Nou, daarbij zet hem altijd stil op zo'n motorkapje. Zeg maar even voorbij het geparkeerde voertuig rijden. Ja, dat jouw motorkap er gewoon voorbij is en dat je zeg maar zo tot stilstand staat. Dan heb je namelijk even een aanloopje straks naar je instuurmoment. Ja? Ook hierbij behandel ik het kijken straks eventjes. Ja, dus we doen eerst de praktische kant. Nou, het instuurmoment, ja, is als de leuning van onze achterbank, dus de leuning van onze achterbank, gelijk is met de achterkant van het geparkeerde voertuig. Ja, dan stuur je vlot en geheel in naar rechts. Dus ook weer met die overpakmethode, vlot en geheel naar rechts sturen. Ja. Nou, dan gaat die kont natuurlijk het vak in. En dan gaan we terugsturen op het moment dat de rechter buitenspiegel, ja, ook weer gelijk is met de achterkant van het geparkeerde voertuig. En dan sturen we weer terug naar links. Het terugsturen is niet altijd vlot en geheel. Maar wat ik wel zeg, op het moment dat wij een mooie stapvoets, de rolsnelheid stapvoets is, kun je ook over het algemeen altijd weer vlot terugsturen. Maar het is dus heel erg afhankelijk van je rolsnelheid. Want rol je te hard, ja, zul je ook veel sneller moeten sturen. Maar rol je heel langzaam of kom je zelfs tussendoor soms tot stilstand met die oefening, ja, dan zul je daar je stuursnelheid absoluut op aan moeten passen. Want wat gebeurt er als je te hard rolt en te weinig stuurt? Kom je er niet meer goed in te staan? Nou, dan gaat de kont de stoep op, hè? En rol je te zacht en stuurt te snel, dan gaat de kont weer van de stoep af. Maar ook daar, ja, komt natuurlijk wat gevoel bij kijken. Maar als je dat een aantal keren hebt gedaan, straks qua training en in de opleiding, zal dat natuurlijk steeds makkelijker gaan. Ja? Nou, hiermee wordt even aangegeven met dit plaatje dat je niet onnodig de auto moet stilzetten. Dus als er verkeer aankomt en ze kunnen niet om je heen, dan moet je de oefening gewoon even afmaken als je oogcontact hebt gehad met die weggebruiker. Ja? Kunnen ze er wel omheen? Ja? Of een fietsertje, whatever, dan zul je altijd dat verkeer voor moeten laten gaan, hè? Ja? Nou, hij draait natuurlijk, als je doorstuurt en doorrolt, draait hij zo recht het vak in. En op het moment dat de auto recht staat, zet je hem stil. En de bandjes mag je ingestuurd laten staan. Als je nou lang gaat parkeren, zet je hem wel altijd even recht. Ja, de bandjes. Maar goed, wij gaan toch in het examen of tijdens de les gelijk weer weg daarna. Vandaar mogen we de bandjes laten staan, omdat we dan ook zeker weten dat we er zo weer uitkomen. Want je bent er namelijk ook zo ingekomen. Ja? Oké. Nou, als we wegrijden, is het natuurlijk weer kijken en richting aangeven. Maar goed, dat is natuurlijk een bekend verhaal. En pas weer insturen als jouw koplampje voorbij zijn achterlicht is. Niet te vroeg insturen, want wat gebeurt er dan? Wat Naar zou er die dan? auto. Ja, hè, dan gaat de achterkant natuurlijk tegen die auto. Hè. Ja? Oké. Nou, dus, wanneer was het instuurmoment? Als de achterbank tegelijk staat aan de achterkant van die auto. Juist, heel goed. Moet je vlot of langzaam Ligt eraan. insturen? Dat was Nou, meestal wel vlot. insturen is altijd vlot. Ja, Dat is altijd maar dat was bij die hetzelfde. andere test. Juist. En het terugstuurmoment is? Hoe snel de auto gaat. Na het moment van terugsturen. Wel langzamer. Nou, het moment is als de rechter buitenspiegel, het gaat om het moment, hè, het Ja, oké. terugstuurmoment, gelijk ook weer eens met de achterkant van de auto. En de stuursnelheid, inderdaad, die is afhankelijk,
Ja, van je rolsnelheid, hè? Ja. Oké. Maar heb je een mooie constante rolsnelheid, gewoon stapvoets, kun je ook altijd weer vlot terugsturen. Maar nogmaals, die is dus afhankelijk van je rolsnelheid, je stuursnelheid. Ja? Yes. Oké. Nog even belangrijk. Dit punt is natuurlijk om te bepalen hoe ver je achter die auto komt. Want als je dit punt aanhoudt, kun je altijd in één vak. Ja? Dus als hier een auto geparkeerd staat, ja, kom je altijd daartussen. Ja. Het vak moet 1,5 keer de lengte zijn van je eigen auto. En daar houden ze rekening mee als ze de vakken maken. Dat is ongeveer altijd 1,5 keer de lengte van je auto. Dus dit punt is om te bepalen dat je netjes achter die auto komt. Met niet te veel tussenruimte. Dit punt is om te bepalen, ja, dat je terug kan sturen. Dat niet de neus tegen die auto aankomt. Mm-hmm. Ja? En als je dit punt aanhoudt, zit er ongeveer altijd 50 centimeter tussen jou en de geparkeerde auto. Ja? Yes. Oké. Okay. Nou. De kijktechnieken is op het moment dat je wil gaan beginnen, is altijd rondom. Hè? Dat is net als bij de andere oefeningen die we gedaan hebben, van het recht achteruit rijden en zo. En wat was rondom ook weer? Binnen, buiten en schouder. Juist, en? Ben ik iets vergeten? Rondom is ook rechte spiegel. Ja, rechte spiegel. Rechte schouder, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, dan zou je dus mogen gaan rollen. Dan hebben we natuurlijk nog halverwege de oefening dat je even goed om het voertuig nog moet kijken. Ja? Want halverwege de oefening gaat je neus uitzwaaien. Ja, en dan moet je ook altijd nog even rondom het voertuig kijken. Ja? Ja. En natuurlijk, ja, blijf het verkeer gewoon in de gaten houden. Ja? Blijf het om je heen in de gaten houden. Nou, we gaan het wel even opsplitsen natuurlijk, deze oefening. We gaan eerst de praktische kant doen. Dus zonder kijken nog even, dan kijk ik even voor je. En daarna ga je steeds meer stapjes erbij doen. Ja? Ja. Oké, ik zal je ook begeleiden. Ik zal precies zeggen wanneer het instuurmoment is, terugstuurmoment. Ja? Ja. En dan ga je het steeds meer zelfstandig doen. Oké, gaan we doen. Yes.